Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik zie er een beetje dubbel uit. Leuk opgemaakt, maar ik loop in een flobber shirt. Ik kan er geen Nederlands meer. Want wat ben ik aan het doen? Ik ben aan het inpakken. Ik heb mijn haar ook naar achteren, want het is heel vet. En ik dacht, ik doe geen droogshampoo vandaag, want ik hoef verder toch niks. Morgenochtend ga ik het wassen, want morgenochtend gaan wij op vakantie. Nou, morgenmiddag gaan we op vakantie. Dus het leek me leuk om wat tips te delen met dingetjes die ik mee ga nemen. Deels natuurlijk voor de kinderen, misschien ook wat voor mezelf. Ja, natuurlijk neem ik spullen voor mezelf mee, maar als in misschien dat ik daar ook nog wat tips van ga delen. Maar ik wilde even beginnen met een aantal dingen die ik voor de kids meeneem. Allereerst voorleesboeken. Wij lezen altijd voor het slapen gaan een boekje en over het algemeen ook nog wel vaker. Nou, we gaan niet alleen met z'n viertjes, maar ook mijn ouders gaan mee. Mijn oom die blijft hier bij de kat, maar die schuift later aan en dan past iemand anders op de kat. En mijn broertje en zijn vriendinnetje en zoontje gaan ook mee. En zijn zoontje is nu bijna 2, ruim 1,5. Sorry trouwens voor de bouwgeluiden, kan ik niet zoveel aan doen. Ik zit echt midden in bouwdingen. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Dan weet je een beetje het gezelschap. Maar ik neem ze altijd voor dit boek in. Mijn ouders vinden het ook heerlijk om voor te lezen. En ik heb er dit jaar 2 van de bibliotheek. Ik wissel dat een beetje af. Hangt ook een beetje vanaf waar we heen. Kijk, nu zijn we gewoon in Nederland. Dus dan hoef ik ook niet zo op formaat te letten. Dus ik heb eigenlijk 2 dezelfde, maar dan anders. Ik heb het grote voorleesboek voor 3 jaar. En het grote voorleesboek voor rond de 5 jaar. Het spreekt voor zich. Elin is 3, Niels is 5. Dus dit leek me leuk. Ik moet zeggen, deze hebben we ook heel vaak met Niels gedaan. Hier heeft hij echt een aantal favoriete verhalen in zitten. Zoals Api die leert zwemmen. En Pim die een superheld is als hij zijn pak aan heeft. Deze ken ik nog niet. Deze heb ik dus voor Niels meegenomen en ik ben heel benieuwd. Sowieso ben ik heel benieuwd, want Elin heeft net de waterpok achter de rug, maar Niels heeft ze nu en niet zo zuinig ook. Ik moet zeggen dat hij er ook tot nu toe weinig last van had, maar gisteren echt heel veel jeuk had. En vannacht er ook wel echt verdrietig van was, want hij wilde niet krabben, maar hij moest krabben. En nou, heel zielig. Maar wat vooral heel balen is dat het wordt afgeraden om te zwemmen met waterpok. Ja, je zult begrijpen, het zijn open plekjes. Bacteriën van zijn zwembad erin, wordt niemand blij van. En hij is een waterrat en hij had toch zo verheugd op zwemmen, dus al mijn hart breekt. Dus ik hoop dat ze, nou ja, gaandeweg de vakantie misschien ingedroogd zijn, dat kan. Maar goed, dat weten we niet. We nemen een badje mee, want dan kunnen ze altijd nog lekker een beetje in de tuin, maar het is natuurlijk toch anders. Dus ik neem ook iets meer dingetjes mee, omdat ik denk, ja, hij zal ook wat meer, of iets meer dingetjes voor hem mee, want hij zal misschien wat meer thuis zijn ook als wij bijvoorbeeld wel met Elin gaan zwemmen of zo. Nou goed, anyhow, voor in de auto, deze units, de Pop-It. Vraag me niet waarom kinderen dit zo geweldig vinden, maar dat vinden ze. En ik dacht, dit is top voor in de auto. Elin is een beetje wagenziek, dus dit leek mij een fijn, ze is wagenziek, maar de ene keer merk je het en de andere keer niet. Maar dit leek me een redelijk oké bezigheid. Dus voor allebei eentje. En dan heb ik voor allebei een vakantieboek ingepakt. Dus die kan ik niet laten zien. Maar allebei eentje die past bij hun leeftijd. Dan heb ik, Niels wil leren lezen. Dus ik heb voor hem een Ik leer lezen stickerboek. Kat is het zat. Dus hier heb je zeg maar stickers en die kan je in het verhaal plakken. Dus dan lees je, mag ik in de tas, dat gaat hij dan lezen, daar is een. En dan kan hij gewoon de sticker van de tas zoeken. Scheelt hij toch een paar woorden. En dan staan hier wel de woorden ook weer onder. Ik ben heel benieuwd of hij het leuk vindt, maar dit leek me wel iets. Hij wil graag leren lezen, dus ik dacht, nou, dan doen we die. En dan heb ik voor Elin nog het Frozen Vrolijke Verhalen boek. En ik heb wat klei mee, want ik dacht, dat kunnen ze allemaal doen. Gooi ik nog even wat vormpjes die we nog hebben liggen in de tas. En dan kunnen de kids gezamenlijk lekker aan tafel even kleien. Want deze is 2+. Dus ik dacht, ja, hij wordt in september 2. Ik denk dat het wel kan. We zitten er natuurlijk gewoon bij. Dus dit. Dan nog een tip die ik al vaker heb gedeeld, maar kan je niet vaak genoeg delen. Zonnebrand. Nou, natuurlijk smeer je kinderen altijd in. En ik vind deze altijd super fijn. Dit is de Vision 50+ factor voor kids. Dit is een gekleurde spray. En die spray je en dan smeer je en blij.
Wat ik zo fijn vind aan Vision is dat hij super lang beschermt. In feite doen wij zeker in Nederland dit één keer 's ochtends goed opsmeren. Lekker laten intrekken en dan ben je de hele dag klaar. Mijn kinderen zijn oprecht nog nooit verbrand met dit spul. En in de, als we echt zeg maar naar een super zonnig oord gaan, weet ik veel, Griekenland, Spanje, whatever. Italië natuurlijk. Dan hangt het een beetje van af hoeveel ze in het water zijn geweest. Of we dan nog een extra rondje doen. Het is in principe gewoon waterproof. En we hebben ze ook gewoon heel vaak zo'n UV shirtje aan. Dus dat verder heb ik voor in de auto. We rijden zeg maar zo na de zo aan de loop van de middag gaan we rijden. Dus ik dacht wat te knabbelen. Maar goed, één is waagziek. Dus ik wil vooral geen zoete snoepjes en dingetjes. Want ik ben zelf ook waagziek en ik weet dat werkt in ieder geval niet. Dus ik heb nu van die Ziploc bags. En daar doe ik dan een beetje dit spul in. Van die verschillende soorten zoutjes. Dan maak ik gewoon een klein zakje voor allebei. Dus dat voor nu. Ik ga nu inpakken. Het weer. De weersvoorspellingen zijn een beetje ingewikkeld. Want het is zeg maar 3-24 graden. Helemaal top. Maar ook wel met regen. Nou, dan krijg ik een soort van error. Want met regen koelt het natuurlijk weer af. En dan wordt het daarna waarschijnlijk weer warm. Dus laagjes denk ik maar. Ik heb voor mezelf 2 lange broeken. Eentje is voor uit eten zeg maar. En eentje is gewoon een gescheurde spijkerbroek. Ik heb 1 jurkje met wat langere mouwen. En 1 jurkje met spaghettibandjes, maar wel lang. En ik heb iets wat ik gewoon makkelijk na het zwembad over me heen kan gooien. En dan heb ik nog een rokje. Zo'n soort skort en een jeanshort. En dan nog wat verschillende topjes erop. Van t-shirts tot een trui tot een spaghettibandhemdje. Want ik weet het gewoon niet goed. Dat ga ik ook voor de kids. Ja, voor Niels is het makkelijk. Niels is het altijd warm. Dus ik denk dat ik voor hem 1 lange broek meeneem. Voor het geval dat het echt een keer. Maar verder neem ik voor hem alleen maar korte broeken mee. Jogging en gewone. Misschien nog een jogging of een pyjama die hij lekker in huis aandoet. Voor hem neem ik normaal gesproken niet voor elke dag een schone outfit mee. Maar gezien de waterpokken. Doe ik dat wel, want hij is op zich een hele nette eter. Dus meestal op vakantie doet hij zeg maar 1,5 dag ongeveer met zijn kleren. Zeker omdat je ook heel veel aan het zwemmen bent en zo. Dus het eigenlijk alleen maar 's ochtends en 's avonds aan. Maar goed, nu is dat anders. Ik neem voor hem nu wel voor alle dagen een outfit mee. 1 paar schoenen, 1 paar slippers voor iedereen. Normaal neem ik bijvoorbeeld ook hakken mee omdat we uit eten gaan. Maar ik weet dat we nu doorheen gaan wandelen, dat het 1 minuut of 40 wandelen is. Dus trek mijn heempjes aan. Ik neem nog sportkleren mee. Je weet nooit, misschien heb ik de geest op de haspoort. Voor Elin maak ik een mixje, want die is ook wat koudelijker. Dus die neem ik ook wat lange mouwen dingetjes mee. Voor Elin zit we een beetje in een lastige slipperfase, want de ene zijn te klein en de andere zijn te groot. Dus ik weet niet precies hoe we dat gaan aanpakken. Ik denk dat ik voor haar sowieso laarsjes meeneem, voor Niels misschien ook wel. Zodat ze die gewoon bij de deur kunnen zetten, dat als het geregend heeft, dat ze wel gewoon lekker naar buiten kunnen. En ik heb natuurlijk wat buitenspeelgoed bij me. Ik heb zo'n soort tennisracket en badmintonracket in 1. Dus wat zachter spul. Ik heb zo'n klittenbadding met zo'n bal dat je gooit. En natuurlijk een voetbal. Hun stepjes zijn mee met helm. Die heb ik al in de auto gelegd. En dat zijn denk ik de belangrijkste dingen. Maar ik maak altijd een lijstje. Want ik ben een verstrooide professor. Dus ik heb een lijstje gemaakt en dit is in feite hetzelfde lijstje als vorig jaar. Want we gaan elk jaar wel met mijn familie op pad. Dus dan heb ik gewoon een lijstje en dan hoef ik me alleen maar zeg maar aan te vullen en dingen weg te strepen. Want bijvoorbeeld vorig jaar had Elin natuurlijk nog allemaal babyspul. Nee, baby. Ze heeft nu alleen maar voor de nacht nog luiers. Dus dan heb je ook geen billencreme meer. En je hebt heel veel dingen ineens niet meer. Er gaat wel een potje voor haar mee. Nou, voor Niels heb ik nu een aanvulling, want er moet waterpokkenspul mee. En wat extra handdoekjes en dat soort dingen. Het badje voor de tuin gaat dan nu mee, wat ik normaal ook niet zo snel mee zou nemen. Hij heeft een opdracht van school, dus die gaat ook mee. En verder heb ik dan dus allemaal een beetje geordend per categorie. Noodzakelijk, hè, zoals reisbescheiden, je paspoort, dat soort dingen. Vitaminepillen, medicijnen. En knuffels voor de kids. Dan heb ik verzorging. Dat zijn dingen als de toilet als gevuld met dingen. Maar nu neem ik bijvoorbeeld ook een nagelschaartje mee.
Zonnebrand. Nou, dan hebben we dus de kleding met de sokken, de pyjama's, de onderbroeken, de shirts, regenjas. De overige dingen zoals paracetamol, pleisters, speelgoed. Ik denk dat ik een van de schaapjes mee ga nemen. Dat is zo'n slaapdiertje. Zij slapen samen op één kamer. En ze gaan allebei goed op dat schaapje. Dus ik denk dat ik dat gewoon mee ga nemen. En een nachtlampje. Anti-lek dekentjes. Want zij, Niels slaapt natuurlijk zonder luier. Maar soms wil het wel eens zijn dat als hij op vakantie is. Dat hij soort van half slapend misschien toch in zijn bed gaat plassen. Dat, de laatste keer is denk ik 2 jaar geleden. Maar better safe than sorry. Neem dat mee. Want ik wil niet dat zo'n bed dan vies wordt. En dan de tablets en de koptelefoons. Dat is het zo'n beetje. Even kijken of we haar nog verder hele speciaal. Ze hebben allebei een eigen lijstje. En het meeste doe ik uit mijn hoofd. Maar het lijstje gebruik ik altijd om nog even te checken van ben ik echt niks vergeten. Dat vind ik zelf heel fijn werken. Dus dat. En wat ik nog even ga doen is wat speelgoed voor ze uitkiezen. Normaal zitten we vaak in een kinderhuisje. Daar hebben ze speelgoed liggen. Nu zitten we niet in een kinderhuisje, dus ligt er ook geen speelgoed. Dus ik wil wat speelgoed meenemen. Normaal neem ik voor Niels zijn Pokémon's en zijn Lego mee. Of niet als Lego, een deel van zijn Lego. Voor Elin weet ik niet zo goed waar we dit jaar voor staan. Ook spelletjes gaan ook mee. Ook voor de volwassenen. Ik weet dus niet zo goed hoe met mijn kleine neefje versus Lego of dat een goed idee is. Hij is mittens achter mij, moet jullie er zien. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Maar dat ga ik straks doen. Ik ga nu eerst gewoon even alle kleren en zo. Dan is dat gewoon klaar. Mijn eigen kleren heb ik gisteravond al gedaan. Want daar had ik even de geest voor. Dus ik denk dat ik jullie zo nog wel eventjes weer een stukje meeneem in het proces. Ik ben inmiddels bezig met de zwemtas. En dat doe ik gewoon alvast in een aparte tas, zeg maar. En daar zoek ik altijd muntjes in. €1,50. Ik denk dat het altijd 50 cent is trouwens in die dingen. 2 keer 50 cent. Nou goed, anyhow. Die doe ik dan in een vakje van de tas. Zodat je altijd zeg maar met die kluisjes in zo'n zwembad. Dat je daar je zooi in kan doen. Ik pak zo nog een 50 centje. Goed, dan. Ik zet jullie even hier neer. Kan dat? Ik denk dat ik het in deze tas ga doen. Ik heb geen idee wat deze, wat is het? Ook van Primark. Ik doe er ook altijd een shampoo in en een body lotion of een douchegel, maar meestal gewoon een body lotion, omdat ze daarna, ja, die shampoo die gaat wel over hun lijf, zeg maar, en dan even met een body lotion voor de droogte. Mijn kinderen hebben allebei hele droge huidjes. Zwemvleugels. Helaas, vanwege corona is Niels nog steeds niet op zwemles, dus dat moet nog met zwemvleugels. En natuurlijk ook voor Elin. Die is zo dun dat ze nog dezelfde van vorig jaar kan gebruiken. Want deze waren tot... Je moet dus nooit op de leeftijd letten, maar altijd op de kilo's. Tenzij je kind super gemiddeld is. Want hier staat 0 tot 2 jaar. Maar 0 tot 15 kilo. En die andere zijn vanaf 15 kilo. En zij is 12, 13 kilo. Dus deze. Dan natuurlijk. Badpakje voor mevrouw. Zwemboek voor meneer zit in zijn tas. Maar ik doe nog wel een extra haartje. Zo. En dan nog een UV-shirtje met een zwembroekje. En slipstops. Dit zijn schoentjes met een soort. Het zijn super flexibel, zeg maar. Dit is ook gewoon een heel dun soort. Bijna een soort zwempakspul. En een rubber zooltje. En hiermee kunnen ze dan in het zwembad en de glijs niet zo makkelijk uit. Ik vind het super fijn. Ik heb het idee dat ze een leveringsprobleem hebben, want ze hebben 100.000 kleuren en dingen. Maar alles was uitverkocht, in ieder geval in haar maat. Er was echt super weinig keuze, maar goed, ik ben voor de katten met brillen gegaan, whatever. En trouwens, dit badpakje is ook heel leuk. Deze is van Next. Heel schattig met dino's, unicorns en regenbogen. Dat vond ik wel een leuke combinatie. En die vond ze zelf ook heel mooi, dus dat is ook niet heel belangrijk. En deze is ook van Next. Dit UV-pakje. Alleen deze hebben we al helemaal moeten verbouwen. Want het shirtje is goed. Want haar oude shirtjes waren te kort. Maar eigenlijk past haar zwembroekjes nog wel. Maar dit was een setje. Alleen dit zwembroekje, dat was dus veel te groot. En zij heeft natuurlijk ook geen luier meer. Dus het hangt ook nergens meer aan.
Dus mijn moeder is zo lief geweest om dit helemaal om te bouwen. Wat natuurlijk verschrikkelijk werk is. Maar nou, je ziet er niks meer van. Dus een heel leuk broekje. Dus dat voor haar. Dan neem ik ook altijd nog iets van speelgoed mee in het zwembad. Dit is de zwemtas die ik vaak meeneem als we zeg maar op vakantie gaan zwemmen. Omdat deze veel lichter is dan die ik nu mee heb. Maar ik vind deze die ander leuker. Nou, zwemlaars. Leuk dat die er nog in zit. Hebben we niet nodig. Oh ja, natuurlijk. Een zwemband ding om mee te spelen. En voor haar een ander zeemermin ding. Nou, ik neem deze toch maar mee in de hoop dat Niels ze kan gaan gebruiken. Zijn duikbril ga ik ook nog even pakken. En dit werkt leeftijdswise, maakt dit niet uit. Dit zijn gewoon die stapelbekertjes. Dit is altijd leuk en die gebruik ik dus niet alleen in het zwembad, maar die gebruik ik ook gewoon in het huisje als ze in bad gaan. Even kijken, nou, verder zit hier niks in, dus dat gaat goed. Ik heb ook nog deze fantastische units, maar ik heb ook wel tennisdingen bij, dus ik denk niet dat ik dat ga doen. Ik kan je ook even laten zien wat ik hier heb liggen. Voor haar heb ik beduidend meer dingen bij me dan voor Niels. Ik heb voor haar pyjama's mee, meer dan voor Niels. Nou, voor Niels heb ik überhaupt geen pyjama mee, want die draagt geen pyjama's. Die slaapt altijd in zijn boxshort. Dit setje wilde ze graag mee, heeft ze zelf klaargelegd, net als deze. En dit setje, dit doet ze morgen aan, heeft ze ook zelf uitgekozen. Nou ja, al haar onderbroeken, sokken. Even kijken, en dit hemd, hun hemd voor morgen. Pluisje op, hemdje voor morgen. Ik denk dat ik de baby foam maar meeneem, want ze slapen boven. Ja, ik weet niet zo goed, ik neem maar voor de zekerheid mee. Dit is een setje met een trui en een zacht broekje. Ik dacht, het is ook lekker gewoon voor chill. Ook als je, weet ik veel, nat geregend bent. En dan heb ik nog een jurkje. Ik heb weinig jurkjes dit keer bij, maar ze heeft bijna geen jurkjes meer die passen. En ik heb hier nog wat setjes, zeg maar, met een lange broek. Dus een t-shirtje met een lange broek of een lange mouwen shirtje met een lange broek. Want ja, zij is dus wat koudelijker. Ik heb hier ook nog een t-shirtje met een lange broek. Dus bij haar heb ik meer een beetje een mixje van temperaturen. Dus als ze elke dag een t-shirt aan wil, heb ik een probleem. Maar goed, dan ga ik gewoon wassen. Dan heb ik hun toilettassen. Kan ik ook wel even laten zien. Oké, toilettas. Die heb ik dus altijd klaarstaan, omdat ze... Nou ja, als ze gaan logeren heb ik het gewoon al klaar. Die heb ik voor mezelf ook, vind ik mega ideaal. Je denkt, wat moet je ermee? Maar ik vind dat fijn. Ik heb een klein beetje kinderparacetamol erin zitten. En neusspray. Dit is shampoo en douchegel voor hem. Hun vitamintjes. Voor hem een tandenborstel en tandpasta. En wat pleisters. Een haargel voor hem in een klein potje. En eventueel een nachtlampje. Zo'n ding wat je gewoon in het stopcontact doet. Again, sorry voor de herrie trouwens. En dan voor haar prinsessenspray. Dat is dus anti-klitspray. Conditioner. Deze heeft ze zelf uitgekozen. Dus dit is Relaxing Bath Foam. Maar prima. Dit is een wasgel. Shampoo. Crème. Een borsteltje. Maar ik denk dat ze toch meestal mijn anti-klitborstel gaat gebruiken. Maar ik durf hem niet uit te halen. Ik krijg misschien ruzie. Tandenborsteltje. En haartandpasta. En dan nog de thermometer. En nog wat haarklemmetjes. Speldjes. Elastiekjes. Shabam. Dus dat zit erin. Dus ja, volgens mij ben ik redelijk klaar nu. Ik heb voor haar nog een vestje neergelegd en regenjas. Twijfel ik dan ook nog een gewone jas mee moet doen of niet, weet ik niet zo goed. En laarsjes. Zo, ik heb het grootste gedeelte ingepakt. Ik heb uiteindelijk een aparte tas even met speelgoed gedaan. Maar misschien dat ik dat straks bovenop de andere... Oh, leuk dit. Bovenop de andere tas gooi. Maar ik dacht, misschien is het makkelijk als de tassen zeg maar niet helemaal vol zitten. Dat je ze makkelijker een beetje over elkaar kan stapelen. Ik heb voor de kids dus wat klei mee en wat, nou ja, rompjes en zo.
natuurlijk kleurpotloden. Ik heb ook zo eentje voor Niels. Die hebben ze altijd standaard liggen. Alleen bij Niels is die lijm losgegaan. Ik dacht, ik maak het even vast met secondenlijm. Maar dat waren vooral mijn vingers die nu onder de secondenlijm zitten. Dus dat ga ik even kijken of dat moet naaien of zo. Weet ik veel. Ik heb voor onszelf, normaal neem ik eigenlijk altijd Triviant en 30 Seconds mee. Maar ik had niet echt heel veel aanvulling dingen meer. Dus we hebben heel veel al gehad. Mocht je tips hebben waar je die nog kan vinden, let me know. Mooie achtergrond ook. Dank je. Dus ik heb Clever meegenomen. Dat is een heel leuk dobbelspel. We hebben sowieso dus altijd kaarten mee. En dus ja, ik weet zeker met mijn broertje en zijn vriendin gaan we dit wel spelen. En mijn moeder vindt het ook wel leuk. Mijn vader is niet een enorme spelletje, maar kaarten vindt hij bijvoorbeeld wel heel leuk. Dus dat gaan we sowieso ook doen. En ik heb regenwormen mee. Voor Niels heb ik zijn Donald Duck. Die heeft hij vorige week gekregen bij familie. Dus die gaat mee, want dat lezen we graag 's avonds. En we hebben natuurlijk ook een voorleesboek. Ik heb voor Eden ook nog even een kleurblok meegenomen. Daar kan ze dan in kleuren. En misschien dat mijn neefje het ook leuk vindt. In ieder geval voor Niels heb ik ook kleurtjes bij me. En ik ben net nog eventjes naar Kruidvat gehupst voor wat Lego. Want meestal maak ik zeg maar, ga ik, nou daar was ik, wilde ik al aan gaan beginnen. En ik zat en ik dacht, ik kan het gewoon, ik heb hier gewoon echt de energie niet voor om dit te gaan zitten doen. Want ik wil ook nog het huis opruimen en schoonmaken omdat mijn oom toe komt. Het is gewoon een soort geëxplodeerde zooi. Want de tassen zijn nu klaar, maar nu gaan we daar nog mee beginnen. En ik wil eigenlijk ook nog sporten. Dus ik begon met die Lego en ik dacht, ja, ik weet niet zo goed wat ik dan ga doen. En toen dacht ik, weet je, ik loop even naar de Kruidvat. En dan krijgt hij gewoon een cadeautje, ook als wij, zeg maar. Dus dan neem ik, ik heb nu voor hem Pokémon mee. Dus dat zijn speeltjes waar hij altijd mee speelt. Playmobil, daar speelt Elin ook mee. Dus ik heb twee zakjes van dat soort dingen mee. En dan de Lego heb ik twee doosjes. Er was een soort aanbieding. Twee doosjes bij me, die heb ik gewoon ingepakt zitten. En die zitten in onze tas. Dus zeg maar, mocht hij nou bijvoorbeeld zaterdag en zondag niet kunnen zwemmen, maar misschien nog wel langer niet, dat kan ik tegen die tijd een beetje zien, dan krijgt hij één of twee van die doosjes als de anderen gaan zwemmen. Zo had ik het dan meer bedacht. Voor Ellen heb ik Polly Pocket, dat heb ik daar neergelegd, moet ik nog even pakken, Polly Pocket mee als speelgoed. Dat is een, dat heeft ze de verjaardag gekregen van Niels. Dat is een soort tasje. En daarin zit dan een heel wereldje van Polly Pocket. Zij vindt dit leuk. Voor Niels heb ik Uno mee en Skippo. En nou ja, dus wat ik zei, een zak Playmobil en zijn zak Pokémons. Voor hem nog zijn super luxe Pokémon boek. En voor haar dan nog dit. Ik heb het zo beter kunnen laten zien. Dit zijn haar muisjes van Meleg. En dit is de broer, zoals ze hem altijd noemt. En dit is, zijn de nieuwste aanwinsten. Het zijn de tweeling. Dus dan kan ze daar lekker mee spelen. Ik vrees alleen dat ze er poppen ook mee wil. Ik zal even de situatie met de poppen laten zien. De poppen liggen dus hier. Nou ja, en ik vrees dat deze beiden ook mee moeten. Maar misschien niet. Je weet het niet. Kortom, we zijn lekker op weg. Ik ga nu stoppen, want het, de rest, zeg maar, de laatste spulletjes moeten er morgen in. Ik ga nu even sporten en dan het huis schoonmaken. Eerst het huis opruimen, dan schoonmaken. Ja, dus ik hoop dat jullie een beetje inspiratie op hebben kunnen doen qua inpakken. Het was misschien een beetje een chaotische video, maar ik wilde het gewoon een beetje along the way doen en niet gaan zitten en allemaal items uit een tas halen, zeg maar. Dus ik hoop dat jullie het zo leuk vonden. Of dat je echt dacht, nou ik heb echt werkelijk geen idee wat ik mee heb genomen. Ik kan nog wel heel even kort laten zien hoe het bij ons nu uitziet. Ik heb hier dus de strandspullentas en hier heb ik mijn tas. Maar daar zit dus ja, mijn badpak in, kleding. Ja, deze dingen hebben een kleine verslaving aan. Zonnebrillen, neusspray. Neusspray heb ik altijd bij me, omdat ik heb dan de kindervariant. Omdat ik altijd last van mijn huisstof maak. Nou, mijn e-reader. Ik neem altijd een kus mee, ook vanwege de huisstof. Meid. En dan heb ik hier een föhn in. En een reiskrultang. Deze van Remington. En daaronder zitten mijn sportschoenen en mijn slippers. En aan deze kant, waar is de gids? Aan deze kant heb ik twee paraplu's. Zonnebrand. En die zomerboeken.
Dus dat is een beetje mijn spectaculaire tas. Hier moeten dus nog mijn toilettas in en mijn medicijnen. En dan is dat ook klaar. De paspoorten zitten ergens in. Oh ja, die zitten hier in het voorvakje. Mijn nagels moet ik nog even gaan doen, ook mijn tenen. Ik wil mijn wenkbrauwen nog even verven, maar dat soort dingen ga ik allemaal lekker vanavond doen. En voor nu ben ik klaar. Nou, nogmaals, ik hoop dat je het leuk vond en niet te chaotisch. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En mocht jij ook op vakantie gaan, dan wens ik je een super fijne vakantie. Ik las net dat Nederland donkerrood is geworden, of het grootste deel van Nederland donkerrood is geworden op de kaart. Dus ik hoop dat er gewoon nog mensen kunnen gaan. Ja, wij zijn dus gewoon in Nederland. Dus voor ons is het geluk bij ongeluk dan dit jaar. Maar ik hoop dat mocht je nog op de planning hebben te gaan, dat het allemaal door kan gaan. En dan wens ik je ongelooflijk veel plezier en graag tot bij een nieuwe video.